HV Nijenrodes organiseert het Kikken voor het Verstijn voor de allerkleinste binnen handbal in Nederland. Daarom sprak ik met de organisatie. Het is het zoveelste Kikken voor het Verstijn. Hoeveelste keer is het nu precies? Ik heb geen idee, maar het zal aardig tegen de 20, 25 jaar zijn, denk ik. Ik denk nou, rond de 20, dat we begin 90 begonnen zijn. En wat is er nou anders met 20 jaar geleden? Ik denk weinig. We hebben alleen in het verleden verbonden we er een spelleiderscursus aan. Dus leiden we spelleiders op en dan moesten ze hier een soort examenje doen, praktijk. Maar dat was een bijverschijnsel. Verder is eigenlijk alles hetzelfde gebleven. Vorig jaar waren er ook een heleboel verenigingen aanwezig en de afgelopen 20 jaar is dat nou meer geworden? Zijn er nou verschillende verenigingen gekomen? Er zijn ook andere gekomen. Nou, meer kan niet, want 22 teams is stop. Meer kan ik er niet kwijt, dus dan stoppen we. Maar vroeger deden we twee blokken. En nu we het meer landelijk gepromoveerd hebben we drie blokken, omdat ik er dan meer kwijt kom. Dus we hebben nu echt 22, dan zit het prop vol. En die zijn er. Ja, we hebben dus we hebben drie onderdelen. Kinderen kunnen een moment rust nemen in het doel. Dat hebben ze van dit jaar een masker gemaakt. En ze kunnen klimmen en klauteren in Jungleland. Dat hoor je nu achter je. Nou, dat is het meest leuke onderdeel voor de kinderen, denk ik, vandaag. En ze kunnen mini-handel spelen. En de 4-5-jarigen hebben een aangepaste training. En het draait natuurlijk allemaal op vrijwilligers. Meer vrijwilligers dan vorig jaar? Nou, ik weet niet of het er meer zijn, maar ze boden zichzelf aan. Dat is heel grappig. Ze belden op, kan ik nog helpen? Het kost hem geen enkele moeite om hulp te krijgen. Dat is natuurlijk super. Ik ben trots op ze. Dit is mijn eerste keer. Waar heb je jezelf opgegeven of ben je gevraagd? Ik ben gevraagd, ja. En het leek me heel erg leuk. Dus, ja. Wat maakt het nou precies zo leuk? Ik vind het leuk om mensen te helpen. En de kleine kinderen vind ik ook heel leuk en schattig. En ze zijn allemaal actief bezig. Ze spelen veel. En ze zijn allemaal heel vrolijk. Dat vind ik heel erg leuk. We krijgen vaak bedankjes en ook wel mailtjes achteraf dat de organisatie het goed in elkaar zat, dat het leuk was. We hebben ook ja, eigenlijk altijd alleen maar positieve reacties. Dus daar doe je het ook voor. Moet je ze veel sturen of doen ze dat gewoon allemaal lekker zelf? Nou, ze zijn heel eigenwijs, dus het lukt wel. Sommigen willen heel graag hulp hebben en dat vragen ze ook heel graag. Dus dat vind ik wel fijn. En, ja. Denk je dat je volgend jaar terugkomt? Jazeker, ik vind het heel leuk.